Yo gasten, een hele goede dag allemaal. Arjen hier en vandaag weer een nieuwe Super Shotgun zondag en ik ben terug van vakantie. Ik speel met de KSG. En wat de fuck zit jij die kant op te kijken, want we spannen daar teammates, wat de fuck doe je? Maar het zal wel. Altijd de teammates, heel slim, maar goed. Maar ik ben dus weer terug van vakantie, zoals jullie hebben kunnen zien in de Supersniper zaterdag van gisteren, upgeload door Honzo Boys. Waar ik mag ik ook voor bedanken voor het uploaden, want ik had één video te weinig opgenomen van tevoren. Helaas. En dat is best irritant als je net te weinig opneemt. Want nou ja, dan kun je dus gewoon een dag niet uploaden. En ik ben iemand die eigenlijk iedere dag upload meestal. Maar dat was dan dus zaterdag er niet van gekomen. Dus ik had gevraagd aan Mark van Honzo Boys of dat hij eventjes... Waarom gaat hij in één keer deze kant op? Oké. Maar ik had gevraagd of hij eventjes een Supersniper zaterdag zou willen opnemen. En dat heeft hij dus gedaan. Waardoor ik dus gisteren alsnog heb kunnen uploaden. Maar vandaag dus weer Super Shotgun zondag met de KSG momenteel op hijacked. En moet ik hem wel raken. En ze hebben volgens mij echt niet echt door dat ik in de span loop. Moet ik wel raken. What the fuck is er mis met mijn aim? Mijn aim is echt heel slecht. Ik moet veel rustiger gaan spelen met de KSG. Dan raak ik mijn kogels tenminste. Maar daarom was de afgelopen week ook zoveel live. Even sharpshooter en gun game en zo. Omdat ik dus bezig was met het opnemen voor vakantie en zo. En dan is het af en toe nog wel eens lastig om hele creatieve video's te uploaden. Om hele creatieve video's te maken. Om gameplay te halen voor normale commentaries. Dus daarom heb ik wat live gedaan. Maar veel van jullie vinden sharpshooter zo meestal wel leuk. En ik zag de kerel daar wel lopen. Maar ik had zoiets van, ik laat hem eventjes doorgaan. Want dan kan ik tenminste eventjes hier doorgaan naar hun spawn. En hopelijk kan ik nu eventjes in deze span een aantal killetjes maken. En ik weet niet waar de enemies nu zijn. Ik denk dat ze hier een beetje weg zijn. Dus ik ga proberen voorzichtig C te capturen. Want dan heb ik mijn UAV binnen. Alleen, ik verwacht echt dat ze naast me gaan spannen. Ja, ze spannen echt naast me daar. Omdat mijn teammates hier bij A blijven. Nou ja, dat is jammer. Maar ik moest het toch eventjes gaan proberen. En ik ontwijk de B-vlag een beetje. Omdat de B-vlag echt heel erg hinderlijk is. Als je die wil gaan capturen. Omdat iedereen daar gewoon continu langs loopt. En met een shotgun is het daar al helemaal lastig om daar dan te capturen. En bovendien als je teammates er niet opspringen op de vlag is het al helemaal lastig. Waarom wist ik dat hij daar zat te campen? Ik wist het gewoon. Omdat hij er straks gewoon een Semtex had gegooid. Is dom van hem. En de eerste ronde is nu bijna voorbij. Maar ik ben dus weer terug. En deze week ga ik wel weer wat meer live uploaden ook. Omdat ik gewoon totaal geen gameplay meer heb om Black Ops 2. En eigenlijk totaal geen vastberadenheid, als je het zo wil noemen, meer heb om echt gameplay te halen en om er echt voor te gaan. Dus daarom zal ik wat meer sharpshooter doen, maar dat is niet erg, want jullie vinden sharpshooter meestal wel leuk als ik het upload. En als Ghost dan uit is, dan ga ik natuurlijk weer veel normale commentaries en achteraf ingesproken commentaries uploaden. Komende week wordt ook even druk, want ik heb komende week projectweek en dan zit ik echt iedere dag van 9 uur 's ochtends of zo tot 6 uur 's middags. Of 6 uur 's avonds op school. En holy shit, we hadden deze span niet eens de vorige ronde. We zijn al gelijk die hele span verloren van afgelopen ronde. Irritant. Maar ja, daar is niks aan te doen. En ik heb dus projectweek. En daarna heb ik gelijk alweer heel veel toetsen. En dat was een RPG voor mijn hoofd bijna. Maar heel veel toetsen zijn ook een beetje hinderlijk. Waarom raakte ik hem niet? En voor mijn gevoel zit er echt iemand op B. Of niet? Oké. Of niet. En dat was een shock charge. Dus even oppassen geblazen. Want ze weten natuurlijk dat ik hier zit als die shock charge kapot is gegaan. En ik ga proberen hier snel binnen te komen. En eventueel in de spawn te kunnen komen. En wat kills te kunnen pakken. Want dat zou natuurlijk wel eventjes gunstig zijn. Als ik wat killetjes kan maken. Ik heb in ieder geval een UAV binnen. Al weet ik niet of ik daar super veel aan heb. En hem laat ik eventjes gaan. Want ik zou er alleen maar hitmarkers krijgen. En dan zou ik mijn positie verraden. Dus het is puur een beetje tactisch spel. En hier zit iemand. Alleen ik heb geen flauw idee waar hij heen is gegaan. Oké, kennelijk zat hij boven of onder. Ik denk dat hij dan onder het schip zit. Ja, die kerel zit onder het schip. Nee, hij zit boven. Wat? Die is helemaal via de andere kant boven gekomen. Had ik totaal niet verwacht. Dus dat was wel gunstig van hem om mij daar te killen. En ik kan hem totaal niet hitten. Hij heeft een shock charge. Is irritant. En een bouncing Betty. En een Semtex.
En ik heb hem gewoon. Na al die drukte. En waar de fuck werd ik nu weer doorgekild dan? Oké, kennelijk hebben ze een escort drone. Dat is niet echt gunstig. En dit potje gaan we waarschijnlijk ook verliezen. Maar ja, dat is niet anders. Dat is dan maar zo. En ik heb echt zin in Ghosts. Want nou ja, Black Ops 2 is eigenlijk ten einde. En dat ding raakt mij gewoon terwijl ik binnen ben. Maar dat is eigenlijk altijd, als de game een beetje ten einde loopt, dan heb je gewoon totaal geen zin meer om voor gameplay te gaan. En na een tijdje komt dat wel weer. Als een tijdje bijvoorbeeld Ghosts uit is, dan krijg je wel weer zin om een keertje Black Ops 2 te spelen ofzo. Maar momenteel is mijn motivatie voor Black Ops 2 echt gewoon nul. En die I'm Hideous die gaat echt super hard. En dat is dus niet echt gunstig. Maar ik weet niet waar die kerel zit überhaupt. Of hij speelt heel agressief. Of hij speelt heel rustig. Dat weet ik echt niet. En dat was een LFV001. En sorry als ik heel slecht speel. Maar dat is ook een beetje deels omdat ik echt een week niet gespeeld heb. Gewoon omdat ik op vakantie was natuurlijk. En ja, als je op vakantie bent dan raak je je aim gewoon kwijt. En dat is jammer. Maar is niks aan te doen. En hij zit weer te headglitchen. Dat is super irritant. En de span is geswitcht. En dat was I'm Hideous. De gozer die echt bovenaan stond. En echt een hele goede score heeft neergezet tot nu toe. En proberen hier weg te komen. Want hier gaan enemies komen. Jawel. En nog meer. En volgens mij zijn er ergens wel nog meer. Denk ik tenminste. Jawel. En een shock charge is irritant. UAV'tje inkallen en eventjes afwachten. En zo te zien gaan aan de andere kant heel veel enemies komen. Dus, dan is het mijn taak om er maar op af te gaan en om ze proberen te killen. Hij loopt gewoon door, dus dan laat ik hem ook maar gaan ook. En met hem had ik een beetje geluk dat ik hem killde, maar ja. Ik ga niet klagen over geluk, maar dit is toch wel heel erg pech. Dat hij net dat ding daar neerzet en dat dat ding mij ook gewoon killt. Ik ga gelijk die sentry eventjes vernietigen met mijn lightning, hoop ik. En dit potje is al bijna voorbij. Oké, sentry gunnen ze in ieder geval kapot. Dat is in ieder geval gunstig. En volgens mij ook een Guardian. Ik zag het niet helemaal, maar volgens mij heb ik een Guardian Express kapot gemaakt. En hij zit gewoon met een Scar heel rustig aan te spelen. Hij speelt echt heel rustig, heel tactisch. En daardoor staat hij ook 55 om 16. En oké, ik dacht dat er iemand op A zat, maar kennelijk niet. Maar dit potje is dus bijna voorbij. En de score zal niet veel hoger meer gaan worden voor mij. En al helemaal niet als ik mijn kogels mis. En ik hoop dat jullie Super Sniper Zaterdag van gisteren wel leuk vonden op zich. Ik vond hem op zich wel leuk. Maar dat kan verschillen. Meningen verschillen nou eenmaal. En nou ja, het is gewoon afwachten tot Ghosts, zoals ik zei. En dan ga ik hopelijk heel veel lekkere gameplay halen. Maar dan moeten we nog maar eventjes afwachten. En dit potje is echt drama. Maar ja, dat heb je wel eens. Alleen mijn aim is echt heel slecht. 33-21. Het is nog wel redelijk positief. Alleen het is heel anders vergeleken met vorige week met de Remington op Turbine. Dat was veel beter. Maar goed jongens, dit was hem. Laat even een duimpje achter als jullie er toch van genoten hebben. En zeg ik jongens, bedankt voor het kijken. Laat even een duimpje achter. En dan zeg ik tot de volgende keer. En ik kan niet wachten op Call of Duty Ghosts. Jongens, later.